Dames en heren, goedemorgen ook namens ons, het Versnellingshuis Nederland Circulair. Van harte welkom bij de Nationale Conferentie Circulaire Economie. En natuurlijk in het bijzonder bij deze masterclass over de notitie Rode Draden 2021. Een notitie waarin wij de 15 meest herkende belemmeringen beschrijven voor bedrijven die circulair ondernemen. Op basis van 500 cases die wij in het afgelopen anderhalf jaar zo'n beetje gezien hebben. Fijn dat jullie bij deze masterclass zijn. Mijn naam is Mark Beumer, case manager bij het Versnellingshuis Nederland Circulair. Versnellingshuis zal ik ook wel een beetje zeggen. Werkzaam bij het Groene Brein. U ziet mij rechtsboven. Leuk dat u er bent. Onder mij mijn collega Mara Haverkort. Samen met Mark Pruin hebben Mara en ik het onderzoek gedaan. De notitie ook geschreven. En Mara en ik willen u de komende goede 20 minuten, zal ik maar zo'n beetje zeggen, meenemen in de hoofdinzichten van de notitie. 20 minuutjes, goede 20 minuutjes. We houden deze masterclass opzettelijk kort. Wij denken dat u nog wel genoeg schermtijd gaat krijgen vandaag. En natuurlijk is het zo dat als u iets interessants hoort, dat er nog genoeg mogelijkheden zijn om met elkaar de verdieping te zoeken. Ten eerste is de notitie natuurlijk vanaf vandaag, 1 februari 2021, te downloaden. Via het portal van de conferentie en ook via de website van het Versnellingshuis. Daarnaast bij deze ook de uitnodiging om nog eens bijvoorbeeld 1-op-1 het gesprek aan te gaan na vandaag. En tot slot, deze video mag dan vooraf opgenomen zijn. Mara en ik zijn live aanwezig in de chat om eventuele vragen te beantwoorden. Dus genoeg mogelijkheden voor die verdieping. Voelt u zich overigens ook vrij om met elkaar in gesprek te gaan in de chat en niet alleen vragen te stellen. Misschien is het ook leuk om meteen even van die chat gebruik te maken. We vinden het leuk als u zich even voorstelt. Weten wij ook een klein beetje wie er nu aanwezig zijn? Simpelweg uw naam en uw organisatie. Doe dat dus nu eventjes. Als we dat allemaal doen, dan voor we het weten zitten we in de situatie van hey, die is er ook. Leuk. Stel jezelf dus even voor in de chat. En terwijl u dat doet, maak ik van de gelegenheid gebruik om het Versnellingshuis Nederland Circulair ook even kort voor te stellen voor degenen die ons nog niet of misschien wat minder goed kennen. Het Versnellingshuis is een samenwerkingsverband dat in 2019 is opgericht door 4 partners. U ziet ze in beeld. Het ministerie van INW, Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW MKB Nederland, die ik even samenpak, MVO Nederland en het Groene Brein, waar Mara en ik dus werkzaam zijn. Doel van het Versnellingshuis is eigenlijk heel simpel. Wij zijn er om ondernemers die iets in de circulaire economie willen, die een circulaire stap willen zetten in hun businessmodel, een stapje verder te helpen. Dat doen wij op 3 manieren. U ziet ze hier ook in beeld. Matchmaking, maatwerk en moonshot. Matchmaking, eigenlijk heel kort onze, daar treden wij op als een soort makelaar, schakelaar. We brengen bedrijven in contact met potentiële klanten, potentiële leveranciers, kennisdragers, wetenschappers bijvoorbeeld, mogelijke financiers. We hebben een groot netwerk en dat zetten we graag in voor bedrijven. Maatwerk is een, nou ja, per definitie niet altijd even goed definieerbaar, want het is op maat. Waar je moet aan denken is als er bijvoorbeeld niet direct een ingang is of niet direct een helder antwoord op een vraag, dan nemen we een ondernemer graag ook wat langer mee onder onze vleugels. En tot slot moonshots, waarbij we in grotere coalities, dus ook met vaak meerdere bedrijven en ook een kennisinstelling erbij, of een overheid of een semi-overheid, in een pre-competitieve setting aan een doorbraak werken. Doorbraakprojecten noemen we ze ook wel. Om een voorbeeld te geven, we zijn bezig met textiel, met chemische recycling van kunststoffen, ook met de recycling van windturbinebladen, zitten composieten in. Daar zitten we dan vaak 1 jaar of 2, 3, soms zelfs nog wel iets langer, zijn we dan met elkaar aan het werk. Nou, dus dat doen we voor die ondernemer. Ter ondersteuning daarvan bouwen we een netwerk op met partijen die een rol hebben in de circulaire transitie. We noemen ze onze versnellingspartners. En we hebben een kenniscentrum waarin we tools ontwikkelen voor ondernemers om ze ook verder te helpen. Zoals de financieringstool. We merkten dat we veel vragen kregen over financiering. En in een tool hebben we het aanbod een beetje bij elkaar gebracht. Goed, dan weet u een beetje wie wij zijn als Versnellingshuis. Dan kom ik nu tot het doel van deze masterclass. De notitie Rode Draden 2021. Aanleiding. Als Versnellingshuis werken wij dus met bedrijven die iets met circulariteit willen. Zij kunnen hun vraag aan ons stellen. Dat loopt goed. Om u een klein beetje een beeld te geven. Van september 2019 tot met augustus 2020. Dus dat is dan een heel jaar, hebben we als Versnellingshuis 253 vragen van bedrijven ontvangen. Cases noemen we ze ook wel, onze casuïstiek.
En dat is een enorm breed scala aan vragen. Bedrijven die informatie zoeken over een einde afvalstatus van een bepaalde reststroom. Ik heb een ondernemer aan de hand gehad die heel specialistische hulp zocht van een wetenschapper over scheidingstechnologie. We zijn in Wageningen uitgekomen. Wat ik zeg, veel vragen over financiering ook. Gemene deler is natuurlijk dat dit allemaal ondernemers zijn die echt iets willen met circulariteit. En in hun ambitie natuurlijk ook snel tegen grenzen aanlopen. De grenzen van het huidige systeem, dat toch vooral lineair van aard is. Kort gezegd, zij ervaren belemmeringen in het opzetten van een circulair businessmodel. Nou, in die cases die wij aan de hand hebben gehad, zagen wij een aantal belemmeringen keer op keer op keer terugkomen. En daarmee komen we uit bij de titel van die notitie. Eigenlijk lopen ze als een rode draad door onze casuïstiek. Het doel van de notitie Rode Draden is om eigenlijk een direct kijkje in de bedrijfskeuken te bieden en te beschrijven welke belemmeringen bedrijven nu ondervinden die circulair willen ondernemen. Dat is wat we met deze notitie hebben gedaan. We hebben uiteindelijk 15 structurele belemmeringen opgeschreven, 15 rode draden, waarover Mara zo wat meer gaat vertellen. Even tussendoor, weet de chat te vinden als er vragen zijn. Misschien gebeurt dat al, dan heb ik niks gezegd. Maar we vinden het leuk. Reageert u op elkaar, stelt uw vragen, zoek de verdieping. Ik ga dus het woord geven aan Mara, maar ik wil nog één tussenstop maken. Ik wil u namelijk iets vertellen over ruim 25 versnellingspartners met wie we samen aan deze notitie hebben gewerkt. U ziet ze hier in beeld. De resultaten van deze notitie zijn gebaseerd op 500 cases, zei ik al net eventjes. 500 vragen van bedrijven op de een of andere manier over circulair ondernemen. Daarvan komt ongeveer de helft uit de database van het versnellingshuis, 253. De rest komt bij deze partners vandaan, deze versnellingspartners. Dit zijn ook allemaal partijen die in Nederland actief zijn en direct met circulaire bedrijven contact hebben, werken, ze verder proberen te helpen. Nou, deze 27 partners zijn, dat moet ik zeggen, ruim 25, hebben met ons gedeeld welke belemmeringen zij hebben gezien bij de bedrijven waar zij mee werken. In het bijzonder wil ik overigens ook Pieter van Os bedanken van Circo, die ons inzicht heeft gegeven in de inmiddels honderden cases die bij Circo hebben meegelopen en ook heeft meegedacht met de analyses. En het is echt met hulp van de versnellingspartners dat we dus ruim 500 cases in het vizier hebben kunnen krijgen. En ik wil ze dus niet alleen bedanken en dit moment daarvoor aangrijpen. Het heeft ook echt een consequentie, want doordat we 500 cases in het vizier hadden, denken wij ook wel dat we kunnen zeggen dat de 15 rode draden die we hebben opgeschreven, die 15 belemmeringen, ook echt de meest herkende belemmeringen zijn op dit moment. Nou, en daarmee zijn ze dus actueel, daarmee zijn ze recent, daarmee zijn ze ook kwalitatief. Laten we daar ook maar gewoon eens even induiken. Dit was mijn inleiding. Ik geef het woord aan Mara om eens eventjes naar die 15 rode draden te kijken. Ja, dankjewel Mark. Dit zijn ze dan, de 15 rode draden die we hebben geïdentificeerd aan de hand van die cases die Mark zo net al beschreef. En in het overzicht zie je eigenlijk al twee dingen die opvallen. Ten eerste hebben we de functies. Die zijn hier aangegeven in het blauw. En daarnaast hebben we de rode draden, die hier zijn weergegeven in het oranje. En die functies, daar wil ik nog even iets over uitleggen. Die functies die zijn gebaseerd op dit model. En het model komt je misschien bekend voor. Dat zou heel goed kunnen, want dit model wordt ook gebruikt door het PBL. In de integrale CE-rapportage. En dit model is gebaseerd op op de 8 sleutelprocessen van Marco Hekkert, die werkzaam is aan de Universiteit Utrecht. En hiermee sluiten we dus ook aan op bestaande monitoringsinstrumenten. Waar dit model eigenlijk om gaat, is dat circulaire economie, dat is echt een transitie, dat vraagt om fundamentele veranderingen in de manieren waarop we consumeren, in de manieren waarop we onze bedrijfsvoering doen en bijvoorbeeld ook de manieren waarop we ontwerpen. En om die innovatie op gang te krijgen, heb je een innovatiesysteem nodig. En dit innovatiesysteem, dat bestaat eigenlijk uit 8 sleutelprocessen. Althans, die 8 sleutelprocessen dragen bij aan het versnellen en het juiste richting in bewegen van een transitie. En die zijn hier om aangegeven om de circulaire economie transitie heen.
En om even toe te lichten hoe dit werkt, ga ik eventjes inzoomen op een aantal van deze sleutelprocessen. We kunnen hier bijvoorbeeld marktvorming noemen. Je kunt je misschien voorstellen, zonder het vormen van een markt, een substantiële vraag naar circulaire producten en diensten, zonder een stabiele markt, is het voor ondernemers lastig om met nieuwe producten, circulaire producten en diensten te gaan experimenteren en die op de markt te brengen. Zo heeft marktvorming dus ook invloed op ondernemerschap. Maar wat je ook kan voorstellen is, zolang die markt uitblijft, het lastig is om tot een rendabele business case te komen en het daarom ook moeilijk is om zoiets als financiering aan te trekken. Wat weer hoort onder het mobiliseren van middelen, in dit geval geld, dat staat linksonder. Dat wordt ook lastig wanneer er geen markt is. Dus zo kun je inderdaad zien dat al deze processen invloed hebben op elkaar. En om een transitie goed te laten verlopen, moeten dus aan al deze functies voldaan worden. Het omgekeerde geldt overigens ook op het moment dat een van deze sleutelprocessen niet vervuld wordt, dan kan eigenlijk de hele transitie tot stilstand komen. Dus dit is het model dat we eigenlijk hebben gebruikt om onze rode draden mee te duiden. En dan even terug naar de rode draden. Het zijn er 15, dat zijn er wat veel om nu op in te gaan. Maar we gaan er in ieder geval even 3 uitlichten die wij zelf interessant vinden. En dan zou ik wel even willen beginnen met rode draad 7. Dat is het vermijden van milieuschade. Dat volgens veel ondernemers onvoldoende wordt gestimuleerd. Veel circulaire ondernemers ook zeker vinden dat deze onvoldoende wordt gestimuleerd. En de reden hiertoe is dat door het uitblijven van bijvoorbeeld een prijs op milieubelastende activiteiten, is het ontzettend goedkoop om nieuwe materialen aan te schaffen. En kunnen nieuwe producten ook ontzettend goedkoop op de markt worden gebracht. Hierdoor kunnen circulaire ondernemers moeilijk concurreren met zulke lage prijzen. En dit vormt een belemmering voor het circulair ondernemen. Zo is er bijvoorbeeld vorig jaar een ondernemer naar ons toegekomen bij het versnellingshuis en die zei het volgende. Daar valt bijna niets tegen aan te knokken op dit moment. De toekomst zal heus anders worden, maar op dit moment wil ik mij A niet in de vingers snijden en B niet meteen uit de markt prijzen. Dit vind ik nogal een uitdaging. Niet een nieuwe belemmering, denk ik, voor jullie, maar wel een hele belangrijke die we veel horen terugkomen. En daarom wilde ik die ook nog even benoemen. Dus dat was het voor rode draad 7. Zou ik ook nog wel even willen inzoomen op rode draad 9. Dat gaat over het aantrekken van financiering. Ik denk dat dit wel de meest voorkomende vraag is van bedrijven die aankloppen bij het versnellingshuis. Dan moet ik daarbij zeggen dat zijn vooral start-ups en MKB-bedrijven. En zoals ik al eerder noemde, hebben die rode draden veel invloed op elkaar. En door het uitblijven van een markt, bijvoorbeeld door het niet in rekening brengen van milieubelastende activiteiten, wordt het ook lastig om een rendabele business case te creëren en dus om financiering aan te trekken. Dus dat is één van de redenen die we vaak horen terugkomen. Maar een andere reden is bijvoorbeeld te vinden in het financiële regime. Dus wat we zien is dat er bepaalde beoordelingskaders zijn voor financieringsaanvragen. En die zijn gebaseerd op jaren van ervaring met lineaire modellen. En zo zijn er bijvoorbeeld beoordelingskaders voor de solvabiliteit van een bedrijf, voor het verstrekken van een financiering. En de solvabiliteit, dat is het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. En bij sommige circulaire verdienmodellen is dit gewoon heel anders dan bij reguliere lineaire modellen. Ook hier heb ik een quote over. Ik sprak namelijk met iemand die heeft gewerkt bij een van de Nederlandse grootbanken en die zei hierover: bij een product as a service heb je een hele lange balans. Want al die producten, die 1000 wasmachines die jij verhuurt, staan wel op je balans. Dus jij haalt nooit een solvabiliteit van 30%. Dat is onmogelijk. Met andere woorden, zij voldoen niet aan de beoordelingskaders die er zijn. En hierdoor komen ze niet in aanmerkingen voor bepaalde leningen. Dus ook dit vormt een belemmering in de financiering. Een mooie best practice is misschien wel een best practice van het versnellingshuis zelf. Dat is een financieringstool, wat Mark in het begin ook nog even noemde. En dit biedt een overzicht van alle fondsen en alle financieringsverleners waar circulaire bedrijven een streepje voor hebben. Dus mocht je een
financiering zoeken, of mocht je iemand weten die financiering zoekt, kijk vooral hier even naar. Dan terug naar de rode draden. Een laatste waar ik nog even op zou willen inzoomen is rode draad 15 en dat gaat over samenwerken. Dit is misschien een iets minder voor de hand liggende rode draad. Althans, die was mij wat minder bekend. En dat gaat er eigenlijk om dat circulaire innovaties vaak wel tot stand komen binnen bedrijven, binnen eigen bedrijfsprocessen, maar die zijn wat lastiger te realiseren binnen samenwerkingen. Terwijl dat voor de circulaire economie wel nodig is. En je kunt je misschien ook wel wat bij voorstellen. Als je wel eens samenwerkt. Samenwerken gaat echt niet vanzelf. Dat vraagt veel energie. Dat vraagt procesbegeleiding. En voor ondernemers is dat gewoon echt een uitdaging. Zeker wanneer het gaat om partijen met verschillende belangen. We zien het bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, waar bedrijventerreinen met één eigenaar veel verder vooruit lopen wat betreft circulariteit dan bedrijven met versnipperd eigendom. Zij vinden het gewoon lastig om die samenwerking van de grond te krijgen. Misschien ook leuk om te benoemen. Ik ben met een aantal anderen bezig met het opzetten van een community of science rond circulaire bedrijventerreinen. En wij kijken dan ook naar die vraag. Hoe stimuleer je of hoe faciliteer je samenwerkingen voor circulariteit? Dus dat is misschien wel een leuke best practice om even te benoemen. Een ander voorbeeld is de subsidie circulaire ketenprojecten van het Versnellingshuis. Deze opent weer vanaf 1 april 2021. En deze subsidie die helpt je echt in de ondersteuning van samenwerkingen voor circulariteit. Dus ook zeker waardevol om even een kijkje te nemen. Dus dat was het wat betreft het inzoomen op de rode draden. Ik hoop dat dit een beetje een tipje van de sluier ligt en laat zien waar de rode draden zo al over gaan. En dan zou ik eigenlijk het woord willen geven aan Mark. Yes, dankjewel Mara voor deze vogelvlucht en notendop beschrijving van de rode draden. Zoals gezegd, we houden het bewust kort. We kunnen ook overal op ingaan, maar dan wordt het een veel langere sessie. We gaan dus graag dat gesprek nog met jullie aan, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. En we zijn dus nu aanwezig in de chat. Misschien mist u wel belemmeringen of misschien vraagt u zich af wat toch in hemelsnaam rode draad 12 is, waar die twee video's overheen staan. Dat gaat over legacy. Alle keuzes die bedrijven in het verleden hebben gemaakt, vaak lineair van aard, maar die nog wel eens belemmerend kunnen zijn als je een transitie wil maken naar een circulair business model. Ter afsluiting van deze korte masterclass willen we even uitzoomen. Met die 15 rode draden zoomen we eigenlijk best wel in op specifieke belemmeringen die bedrijven ervaren. Maar wat nou als we even een stap terug doen, even in de helikopter stappen en we die 15 rode draden bij elkaar bekijken. Dan komen er voor ons 3 belangrijke inzichten uit. 3 kerninzichten. En die wil ik met u doorlopen en dan binden we een strik om deze masterclass. Eerste is misschien wel heel Cruyffiaans. Misschien is het een open deur, maar zonder afzetmarkt zijn er geen circulaire bedrijven. Je kan het ook anders redeneren. Als je wil dat bedrijven circulair gaan ondernemen, dan is een afzetmarkt is eigenlijk de beste wortel die je voor kan houden. Zorg je voor een markt voor circulaire producten en diensten, dan gaan bedrijven vanzelf circulair ondernemen. Die volgen wel waar het geld zit. Toch zien wij bij de ondernemers die wij spreken, regelmatig, misschien moeten we zelfs zeggen vaak, dat die afzetmarkt zich nog onvoldoende ontwikkelt. En dat is dus ons eerste kerninzicht, toch ook wel echt het benoemen waard. We zien een gebrek aan launching customers. Klanten die misschien een nog niet bewezen propositie is willen uittesten. We zien ook een gebrek aan organisaties die echt grootschalig circulair inkopen. Producten of diensten die zichzelf echt bewezen hebben en op grote schaal geproduceerd kunnen worden. En we zien natuurlijk ook dat de juiste spelregels ontbreken. En dan is natuurlijk de belangrijkste het beprijzen van milieuschade, dan wel het stimuleren van het vermijden daarvan, of allebei. Uiteindelijk is het vrij simpel. Zolang er geen markt is, zolang er geen afzet is, is er eigenlijk ook geen onderneming. En in het bijzonder geen circulaire onderneming. Eerste kerninzicht, werk aan de markt. Dat is de oproep. Het tweede inzicht is
Ik lees hem maar gewoon even voort en dan zal ik hem uitleggen. Voor de massa ontbeert de transitie legitimiteit. Wat bedoelen we daarmee? Legitimiteit is een term uit dat model van Marco Hackert. Dat is een van de 8 functies, moet ik zeggen. En een transitie moet legitimiteit hebben voor alle bedrijven waarvan je verwacht dat ze daarin meegaan. En wij zien eigenlijk dat de echte schaal natuurlijk nog ontbreekt. We hebben, nou ja, daar zijn we toch wel trots op, 500 bedrijven gesproken die circulair proberen te ondernemen. Maar dan is toch ook de conclusie dat veel meer bedrijven het nog niet doen. De meeste bedrijven in Nederland zijn nog niet met circulariteit bezig. PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, benadrukt dit natuurlijk ook nog weer in de ISER, waar Mara het over had, de integrale CE-rapportage die 2 weken geleden gepubliceerd is, die leesbaar is, die lezenswaardig is ook. Ja, wij zien in die rode draden, in die 500 cases die wij hebben gesproken, via onze versnellingspartners ook, dat we echt in een fase van 1000 bloemen bloeien zitten. We zien mooie verhalen, we zien succesvolle pilots, maar we zien niet dat circulaire principes bijvoorbeeld structureel worden doorvertaald in beleid, in wet en regelgeving, in het ontwikkelen van nieuwe normen, enzovoort, enzovoort. Tegelijkertijd, ik bedoel, er worden stappen gezet, hè, en laten we elkaar daar ook vooral laten we dat ook vooral erkennen. Maar tegelijkertijd blijft heel veel lineair beleid gewoon intact en zijn de middelen voor de circulaire transitie, zeker als je het vergelijkt met een andere grote transitie zoals de energietransitie, eigenlijk zeer beperkt. Dus dat leidt dan tot de conclusie dat we nog in het pierenbadje zitten. Voor de grote massa van bedrijven, dat wat achter die 500 aankomt, of achter die 1000, of achter die 2000. Voor de grote massa van bedrijven heeft de transitie nog niet echt legitimiteit. Het wordt nog niet structureel doorvertaald. Er zijn nog niet echt de middelen. Met andere woorden, hoe serieus moeten ze dat nou eigenlijk nemen? En dan chargeer ik het natuurlijk een beetje. Maar dat is wel een inzicht wat we tussen de regels eruit kunnen halen. Ons derde en laatste inzicht is dat de inspanningen, de vele mooie inspanningen die er zijn, nog wel meer coördinatie nodig hebben. Als je bijvoorbeeld de notitie erbij pakt en die 15 rode draden doorleest, dan zie je natuurlijk allerlei samenhang. Mara heeft al een paar mooie verbanden geschetst. Als die milieuschade niet wordt beprijsd, ja, dan is het ook heel moeilijk om financiering te krijgen. Nou, zo kan je ook zeggen dat Rode Draad 13 over het ontwikkelen van normen voor secundaire grondstoffen een oorzaak is dat er geen goede markt is voor vraag en aanbod van secundaire grondstoffen, wat Rode Draad nummer 6 is, waar overigens nog weer andere subbelemmeringen aan vasthangen. Met andere woorden, er zijn interventies nodig. En interventies moeten gecoördineerd worden. En dit zien we nog te weinig gebeuren. We zeggen erbij dat we nadrukkelijk niet sturing bedoelen. We noemen echt coördinatie. Daarmee bedoelen we onder andere het verbinden van partijen, faciliteren van communicatie. Heel belangrijk ook terugkoppelen van ondernomen acties. Soms zien we dat het wiel op verschillende plekken wordt uitgevonden. Als je 27 partners spreekt, dan zie je soms wel eens dat iedereen vanuit hetzelfde enthousiasme soms hetzelfde probeert te doen. Er is nog wel wat meer coördinatie nodig. Dit zien we nog te weinig. En dat is ons derde en laatste inzicht wat wij eruit halen als je die 15 rode draden van een afstandje bekijkt. En daarmee gaan we deze masterclass afronden. Dit was hem. Onze masterclass over de notitie Rode Draden 2021, waarin wij de 15 meest herkende belemmeringen beschrijven voor bedrijven die circulair ondernemen. Die notitie is dus vanaf nu te downloaden via het portal van de conferentie of via www.versnellingshuisce.nl. U ziet hem hieronder. We zullen ook even de link in de chat zetten. Dan heeft u direct de link naar het rapport. Goed om te noemen is dat we in de notitie niet alleen belemmeringen beschrijven, maar we illustreren ze dus ook met casuïstiek en we noemen bestaande oplossingen, best practices. Dus we kijken ook een beetje vooruit naar hoe kan het beter. Wij blijven nog even aanwezig in de chat als er nog vragen zijn. Als u verder gaat, dan wensen wij u veel plezier bij de rest van de conferentie. Persoonlijke tip, wees er ook zeker om 3:30 even bij als de Circular Awards worden uitgereikt. Nou, dat zal iets later zijn, maar om 3:30 mogen de finalisten van de Circular Awards een pitch houden. En dan hebben we het niet alleen dus over belemmeringen, waar we de afgelopen 20 minuten over gehad hebben, maar dan horen we ook de verhalen waar het goed gaat, waar het echt kan, waar je ook wel echt heel veel energie van krijgt. Ik ken de 6 finalisten, het is het kijken waard. 3:30 dus. Deze video eindigt nu. Wij blijven nog even in de chat. Mara en ik, dank voor uw tijd, uw aandacht en energie. Tot snel en tot ziens.